Yo mensen van Op Gamers, ik ben Mijndit. En vandaag zitten we weer in de Empire server. En je vraagt je vast af, Mijndit, waar ben jij in godsnaam? Nou, waar ik ben? Ik ben in de Hall of Kings, de Koningshal, wat dan ook. Ja. Je vraagt je af, wanneer is het allemaal gebouwd? Nou, dit hebben wij pas gebouwd. Dit is eergisteren. Dat was dus ik neem het vandaag op, het is zaterdag. Wordt waarschijnlijk later geüpload of zo. Zondag, dinsdag, wat dan ook. Maandag misschien. Maar, in ieder geval. Donderdag zijn we hier aan begonnen. Toen hebben we dit opgezet. Maar, dinsdag heb ik de aanval. Of ja, mijn kleine aanval op Tom opgenomen. Daarna heb ik dit helemaal vlak gemaakt. Toen stond hier nog een klein huisje. Die heb ik ook weggehaald. En, dat was dus, dinsdag. Woensdag hebben we allemaal resources binnengehaald. Allemaal hout, allemaal steen. En toen kwamen we nog tekort. En toen zijn we dus... hebben we onze... we zeggen dat. We zitten nu op... We hebben woensdag... Donderdag zijn we begonnen met het hout. Toen zijn de eerste palen. Dit zo, dat zo. Het dak is vrijdag gemaakt met al het kobbel. Toen was dit al helemaal af. De pilaren, de vloer, alles. En dat is vrijdag. Vandaag is het zaterdag... En zaterdag heb ik de inrichting gedaan. Ik heb de inrichting gedaan hier zo. Ja, tafeltjes, barretje, troon. En met een leuke eettafel. Een soort van raar kompas iets. Heb ik, ik weet niet wat het voorstelt, maar ik heb het gewoon gemaakt. Hier beneden zit onze mine slash chest room. Die gaan we nog verplaatsen en alles. Want we willen geen gat in onze... We willen niet dat onze gasten binnenkomen van... En dan weer boffen naar beneden flikkeren. Dit is het tafeltje voor onze ridders. Die kunnen hier lekker een beetje dronken worden. Lekker een glaasje drinken erbij. Met een beetje een soort van chocolademelk. Maar alleen voor het bevoegde. Oh ja, dat heb ik zelf gemaakt, hè. Kijk, en hier hebben we wat melk. Wat taart, brood. En, oh, Douwe heeft nog wat eten erbij gedaan. Oh, vis. Bedorven vlees. Dat hoort hier niet. Dat neem ik even mee. En tja. Daar heb je Ricardo. Maar ik ga vandaag alleen even geen... Auw! Hey, gaan we niet slaan, hè? Niet slaan. Maar ik laat jullie vandaag alleen zien wat er vandaag is bijgebouwd, wat erbij is gebouwd. Ik ga geen... de vorige keer trouwens. Ik heb heel veel reacties gekregen van... Wow, wat... De valden die zuigen. De valden die kunnen niet tegen jullie op. En dat soort dingen. Dat is niet waar. Zij zijn sterker dan ons. De vorige keer was geacteerd. Of ja, geacteerd. Een soort van gespeeld dus. Voor de mensen die dat niet weten, ik zeg het bij deze. We hadden afgesproken, want je gaat niet zomaar op Skype met iemand en zegt... Oh, ga even je aanvallen, jij weet hier niks van en dat soort dingen. Ik heb gewoon met hem afgesproken, we gaan aanvallen. En dat was wel vet en zo. Was ook wel leuk, de muur opblazen. Was eigenlijk mijn eerste op, dat ik de eerste keer op heb geblazen. Trouwens, ander leuk verhaal. Ik kwam online en opeens staat er een hele muur omheen. Ik denk, what the fuck? En ik ga kijken en ik zie dat Ricardo en Douwe... Ja, trouwens, Ricardo heeft de invite gewonnen. Hij heeft de eerste video ging ik invites weggeven. En Ricardo had geen berichtje via YouTube gestuurd. Maar hij zei tegen mij van... Ja, ik zou graag willen helpen en zo. En ik wist dat Ricardo veel talent had. Ook met bouwen, vechten, dat soort dingen. Enchanten, overleven en zo. Douwe zat er al in. Douwe's broer, Douwe heeft aan mij gevraagd, mag mijn broer erin? Ik wist van de broer van Douwe dat hij ook heel goed was. En ik had dus eigenlijk, van plan was ik op de eerste video, om 2 invites weg te geven. Dus die broer van Douwe was erbij gekomen. En Ricardo. Maar wat bleek dus, mijn broertje, die zoog heel erg. Die was echt heel slecht, die haalde alleen maar de resources binnen en vrat al het eten op. Ik eet ook even het bedorven vlees. Maar, dus toen heb ik gezegd, weet je wat, je kan kiezen, want Rivenwood zou weggaan, of ja, weg worden gelood. Toen zei ik tegen hem, had ik met Tom overlegd, je kan kiezen of ik haal je van de whitelist, ik vraag of je van de whitelist af mag, of je mag bij Rivenwood. En hij vroeg, wat is Rivenwood? Ik ging hem uitleggen, op de Dynamap laten zien en zo. En hij zo, oh oké, okay. Hij ging dus bij, hij ging dus naar Rivenwood. Dus nu zijn we daar ook vanaf. hij zit... Ik weet niet of hij nu online is. Nee, hij is niet online. Hij zit nu in... hij woont nu in Rivenwood. Hij is de generaal. De eerste beste die daar joint. Hij is de generaal. Fuck jullie. Niemand anders wordt generaal. En tja.
Maar zoals je ziet worden flinke verdedigingen om de ding gezet. Hier een boom trouwens. Als je afvraagt wat die boom hier doet, dit is de enchantment room. Woehoe, we hebben een enchantment table. Zie je ook wel. Wapens, dat soort shit. De taal van Argus, dat is een nieuw boek. Die heb ik zelf geschreven pas. Want dat is een oeroude taal. Maar dat ga ik nog later uitleggen, want ik heb de taal later nodig. Want ik heb een zwaard van Tom gekregen. En ik weet niet wat het betekent. De naam Epicer, het komt me bekend voor. Ik heet Epicness NL. Ik ben een van de troonopvolgers. Ja, ik weet het. En ik heb buskruid, dat wil ik niet. Ik stop even weg. En ik heb het dus gekregen van hem. Alleen ik weet niet wat het betekent. Dus ik wil het uit gaan zoeken. En het blijkt dat er ergens in Argus, ergens onder de grond, een reusachtige oude bibliotheek ondergesneeuwd ligt. Dus ik ga op zoek naar de kaart en ik ga het zwaard bekijken wat het zwaard betekent. En de oudere taal vertalen. Want hier, ik laat het boek even zien. Het zijn een paar woordjes, maar twee bladzijden met woorden. En daarmee kan je geen hele zinnen maken. Maar ja, dit is het eigenlijk al wel. Want dit is er allemaal bijgebouwd. Er is verder niks. Dit is het dorpje is niet veranderd of zo. Er is niks veranderd. Dus ja. Ik zeg jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer, groen duimpje. Tot de volgende keer. Ik ga even vragen voor deze video. Laten we het gewoon weer op dezelfde houden. Gewoon 12 likes en dan komt de volgende online. Dus jongens, abonneer, reageer, groen duimpje. Later.